De acties van de bond bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij zijn vandaag opgeheven. Bondsvoorzitter Dwayne Cairo geeft aan dat er toch overeenstemming is bereikt met de leiding van SWM voor de uitbetaling van de overbruggingstoelage van $2500. Cairo zegt dat alleen de uitbetaling van deze toelage geen duurzame oplossing is voor het personeel van de SWM. In feite niet, omdat het een toelage is van 3 maanden. Dus de duurzame oplossing zou zijn een CAO, waarbij de mensen weten dat dit doorwerkt op de mensen hun pensioen. Maar het is een toelage voor 3 maanden. Waarom die 3 maanden? Omdat de regering in augustus had gezegd van ik voer voor de komende 3 maanden geen aanpassingen aan, dus geen verhogingen, niks. Dus de watertarieven van SWM worden aangehouden. Hebben wij toen gezegd om de mensen de periode te laten overbruggen. Geef de mensen dan een toelage. Dus het is natuurlijk niet die duurzame oplossing. De CAO is in feite de oplossing. Naar aanleiding van het eisend pakket dat de bemiddelingsraad voor de bond heeft samengesteld, moet de leiding van SWM uiterlijk januari 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst, CAO, hebben bereikt met de bond. De directeur heeft altijd aangegeven dat pas als hij de tariefverhogingen heeft, hij kan onderhandelen over de CAO, merkt Cairo op. Over 2 groepen, toch? Zelfs misschien 3 groepen. Het gaat om medewerkers van andere afdelingen die niet meededen aan de actie en die dan ingezet zijn. Het ging om gepensioneerden die berichten hebben bereikt, om studenten. Dus wij van het bestuur gaan wel ook even evalueren. We hebben maandag een afspraak met de directeur dat we willen praten over de toepassing van de no work no pay principe. Dus dan kunnen we daar misschien de evaluatie van het bestuur ook bespreken met de directeur. De bond was vanaf 14 oktober in actie. Omdat er geen vooruitzicht was als de overbruggingstoelage zou worden betaald. Gezien zij geen reactie kreeg vanuit de directie. De continue diensten zijn vanaf vanmorgen weer opgepakt. De bestuursverkiezingen van de bond vinden morgen plaats. Echter heeft alleen het bestuur van Cairo een lijst ingediend.